Hoi, wist je dat wij iets te vieren hebben? Het archief zit namelijk sinds 16 september 1988 aan de kazernehof in Tilburg. Dat is 30 jaar in een historisch pand. Tijd om eens even terug te kijken. Het pand waar wij nu werken is in 1841 in opdracht van koning Willem II gebouwd om ruimte te bieden aan 200 paarden. Het jaar daarop werd de kazerne voor de manschappen gebouwd en zo'n 15 jaar later stond het pand leeg. En werd het gekocht door onder andere Pieter Johannes van den Berg en ontstond de bekende Tilburgse wollenstoffenfabriek BK. Na de sluiting van de fabriek in 1968 stond het pand jarenlang leeg en werd het uiteindelijk gekocht door de gemeente Tilburg. Van 1936 tot 1988 deed het Paleis Raadhuis in Tilburg dienst als archiefbewaarplaats met een kleine studiezaal. In de loop van de jaren begon het archief zo te groeien dat er uiteindelijk werd gezocht naar een nieuwe locatie en gekozen werd voor de verhuizing naar de oude paardenstallen van de lancierskazerne. Er moest een hoop gebeuren voordat het archief naar dit pand kon verhuizen. Het was namelijk zwaar verwaarloosd. 2 jaar lang is er hard gewerkt aan de renovatie. Oude fabriekshallen werden omgebouwd tot kantoorruimte en een grote studiezaal. En er werd een modern depot afgegraven dat onder ons parkeerterrein ligt. In het pand zijn nog enkele aspecten van de geschiedenis terug te zien, zoals de gietijzeren kolommen waaraan de aandrijfassen en drijfriemen voor de aandrijving van de fabrieksmachines zaten en het hooiluik voor de paarden. De binnenkant van ons archief is in 2014 nog eens flink onder handen genomen en gemoderniseerd. De jaren 80 look met veel paars, bordeauxrood en hout is omgetoverd naar een strakke en minimale inrichting in wit, grijs en zwart tinten. Denk je dat we hier over 30 jaar nog steeds zullen zitten? Wat zal er dan allemaal veranderd zijn? Geen idee, we gaan het vanzelf zien. Maar voor nu, proost!